NDP-parlementariër Ashwin Adhin is van mening dat de regering moet afstappen van het verwijten van de vorige regering. Hij gaf in een persconferentie van de NDP-fractie in Osseer aan dat de regering er zelf debet aan is dat de schuldenlast niet betaald kan worden. De huidige regering heeft namelijk, toen zij als VHP in de oppositie zat, een brief gericht aan Oppenheimer. Adhin benadrukt dat de VHP de investeringsbank toen heeft bedreigd dat zij meewerkt aan dubieuze handelingen als zij verder zou werken met de toenmalige regering. Als na dit alles door uw eigen toedoen, regering en opstelling, niemand in de wereld uw financiering wil verschaffen, blijft er vanzelfsprekend geen andere optie over dan naar het IMF te stappen. Stap dus af, ook van het verwijt naar de vorige regering, door hun toedoen dat u bij het IMF moet aankloppen. Het is uw eigen beleidskeuze geweest, als gevolg van uw eigen gecreëerde omstandigheden. En vergeet u ook niet, regering, dat u zelf, zouden we zeggen, uw voormalige rol zwaar tegen het IMF heeft geprotesteerd. En dan moet op dit punt het volk tot vervelens toe aanhoren een eentonige en onbenullige cd die continu afgespeeld wordt over hoeveel schulden Suriname heeft. Kunt u afronden? Ja. Zie daar hoe getracht wordt het falend beleid af te wentelen op de vorige regering. Adhin geeft aan dat de regering moet afstappen van het oneerlijk vingerwijzen naar anderen en het spelen van slachtoffer. Door transparant en prudent beleid te voeren, stap af met het kermen en het klagen en luister naar de klachten van het volk. Door uw falend beleid, geen diaspora geld, geen hulp uit Holland en uw geweldige netwerken hebben niet gewerkt. Maar de mensen wel klagen om eten op tafel te zetten elke dag. Vandaag kunnen ze dat niet en erger nog komt u steeds met die verwijten. Stopt u en stapt u af van hetzelfde onheilzaam pad. NDP-parlementariër Ashwin Adhin afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie van de NDP-fractie. Hij is van mening dat de regering moet stoppen met het vingerwijzen naar anderen en dat zij moet kijken naar wat zij zelf verkeerd doet.